Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme zegt dat er gesprekken gevoerd worden met de directie van de SLM om de onduidelijkheden bij gedupeerde passagiers en de samenleving weg te werken. De bewindsman sprak vandaag kort over de spraakmakende kwestie van de vluchten die steeds worden geannuleerd door de vliegmaatschappij. Ik heb vanmorgen telefonisch onderhoud gehad met de directie of de directeur. Ze komen binnen een uur of twee uit met een communiqué. Dat hebben wij gevraagd. Omdat... Ja, nu wel. Want we kunnen niet toekijken toch hoe de passagiers op dit moment die ook gedupeerd worden. Kunnen niet doen alsof het er niet bestaat. Dus, maar daar gaan we verder in overleg over treden. Maar dat weet u zelf. Ik heb daar antwoord op gegeven. Dank u wel. Jubitana wilde niet verder ingaan op de kwestie SLM. Wat betreft de toerismewetgeving die op agenda is, zei hij dat er vorderingen geboekt zijn. Het ministerie maakt zich nu sterk om naast een goede wetgeving ook een toerismeautoriteit in het leven te roepen.